Yo Nintendo fans, daar zijn we dan met de één na laatste aflevering van de 100% run in Super Mario 3D World. En die laatste aflevering, dat wordt een ding. Maar eerst de laatste werelden in deze bloemenwereld, Zon, Zee en Goomba Torrents. Ik heb volgens mij nog Rosalina aanstaan van de vorige keer. Oké. Juist. We hebben 100 seconden om dit te fixen. Hier is sterretje nummer 1. We moeten sowieso al die enemies slopen. Sowieso. Oh, er is ook tijd daar zo. Dat is chill. Kijk. En ik krijg bommen. Lekker. Laat ik eerst even alle tijd pakken hier zo. En dan gaan we gewoon van links naar rechts. Net als een snollebolletjes. Hoppakee. Oh, wacht even. Ja, oké. Dit gaat goed. Kan ik deze met een bom aansteken? Nee. Daar heb ik een vuurbloempie voor nodig. Kan ik hier tijd uit het ding schieten? Nee, maar ik kan het wel pakken. Hier is nog meer tijd. Dit zijn zeker vuurbloemen dan? Nee, dit zijn ook geen vuurbloemen. Is dit een vuurbloem? Dit is een vuurbloem. Nice. Oké. Let's go. Geen tijd te verliezen. Hallo. Ja, die was raak. Lekker. Nu deze. Oké, schieten. Ja, dit is een lekkere. Dit is een heerlijke. Ik denk dat ik ook in het water moet. Ik moet denk ik laag schieten ook. De onderste Goomba moet ook nog kapot. Kom op, Rosalina. Kom op. Je hebt nog 58 seconden over. Oké. We moeten dit zelf fixen. Oké. Mijn vuurbloem is alleen weg. Dat is niet best. Ik heb hier nog wat tijd. Is er nog ergens een andere vuurbloem misschien? Misschien hier een power-upje. Kijk, ja, lekker vuurbloempie. Oké. Pak ze. Ah, nee. Hou op. Ga weg. Oké. Om het level uit te spelen, moeten we ze inderdaad allemaal kapot maken. Maar ik heb nog maar 1 ster. Dat is niet best. Dat is niet nice. Ik heb hier een kat. Dus we moeten blijkbaar een kat gebruiken. Ja, hiervoor. Lekker, de 2e ster. Wat is dit dan? Hier is ook nog iets. Of is dit dicht? Kan ik dit slopen? Nee? Ik heb geen tijd meer over. Ah, ik had dit zo graag in 1 keer willen doen. Maar dat kon sowieso niet meer. En waarom kon dat niet? Omdat ik geen vuurbloem power-up meer had. En die heb ik hiervoor nodig om deze allemaal aan te steken. Want ik weet zeker dat we hier een sterretje van gaan krijgen. Kijk maar. Hoppakee. Alleen dan moet ik wel weer alle enemies gaan kapotmaken. Dat sowieso wel. Go get him, Rosalina. Go get him. Go get... Nee, niet, jullie moeten niet mij gaan pakken. Rosalina moet jou pakken. Kom hier. Lekker. Dit is wel een leuk level trouwens. Dit is super cool gedaan. Lekker. Dit duurt wel lang. Ik had beter de vuurbloem kunnen hebben. Maar maakt niet uit. Nu heb ik helemaal niks meer. Go, Rosa. Lekker. Kijk, dit ging soepeltjes. Nog even de kat pakken voor de zekerheid. Ja, die zat hier. Oké, cool. En door. Hoop dat ik nu wel genoeg tijd heb om nog in de vlaggenmast te springen trouwens. Oh ja, joh, die is al hier. Chill. Lekker. Yay. Het kan in 1 keer. Ah ja, wij moesten het zo nodig weer in 2 keer doen. Wereldbloem. Level 10. Ruimteraad met een boomerang effect. Oh nee. Is dat weer zo'n leveltje? Nou, ik moet de boomerang zien te houden, want die hebben we nodig. Let's go. Nice. Nog even deze. Ja. Nee, dit levert geen ster op. Daar is wel een ster. En die hebben we te pakken. Oké, dat was een vrij makkelijk sterretje. Kan ik deze van de 4 nakken? Dat kan zeker. Ja. Wat? Ik geef de schuld aan het perspectief in dit level. Het wordt de uitdaging om deze video geen enkel level in 1 keer te halen, oké? Jonge Rick, lekker bezig. Oké, jongens, kijk, ik ben voorbij de piranha plant. Wat brengt de rest van dit level? Nog veel meer enemies? Ik moet proberen denk ik om alle enemies kapot te maken. Ik weet ook niet of ik ze echt allemaal kapot moet maken. Maar ik ga het maar gewoon proberen. Volgens mij heb ik in het begin al een paar gemist deze run. Go. Kijk, daar is een sterretje. Nice. Dan gaan we eventjes... Oh, dat ging echt maar net goed, jongen. Pak hem. Lekker. Nice. Oké, we gaan met z'n tweeën. Met z'n tweeën zijn we sterker dan één. Heerlijk. Lekker. Er is er eentje ontsnapt. Beter hoeven we ze niet allemaal te pakken. Hier is er nog één. Daar komt er nog een wave aan. Lekker. Daar is nog een wavy. Ja, nice. En dan hiervoor nog. Pak ze. Nog twee. Is dat een ster? Dat is geen ster. Oké, maar wat is dan wel een derde ster? Moet ik hier doorheen? Ik denk dat ik hier inderdaad sowieso even doorheen moet. Moet ik de piranha planten kapot maken? Geen idee. Ik moet hier sowieso even wachten tot ik het door kan. Ja? Komen hier nog piranha planten? Jazeker! Daar was er één. Potverdorie, die kwam echt in 1 keer uit het niks.
Kun je even veilig naar dit platformpie? Ja, tot zover veilig. Ik heb geen idee of ik deze piranha planten allemaal kapot moet maken. Ik hoop het niet. Als het wel moet, dit lukt sowieso niet. Dus we gaan gewoon door. Oké, daar is de derde ster. We hoeven niet alle piranha planten kapot te maken. Maar we hebben wel een boemerangetje nodig. En die hadden we nog. En we hebben de derde ster. Ik was bang, hè? Ik dacht echt even dat ik dit level weer niet in één keer zou gaan halen. Maar ik stuurde net op tijd nog naar rechts. Zodat ik niet hier op dit platform terecht zou komen. Terwijl er geen platform was. Dus eigenlijk in de afgrond zou vallen. Dat was het hele ding dan geweest. Oké, lekker Rosalina. Dat is 1. Dat is 2. Ah, dit is easy met boomerang Rosalina. En dat is 3. Lekker. Nice. Heerlijk gedaan, Rosalina. Nu moeten we alleen... Ja, dit level dus nog een keer spelen, denk ik. Potverdorie! We hebben echt geen enkel level in één keer deze aflevering. Ik heb jullie support nodig voor de laatste aflevering, jongens. Dus doe sowieso dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je dit vet vindt. Want... We gaan het nog een keer doen. Oké, en nu wil ik hier even in ieder geval één power-upje kwijtraken. Ja, easy. Let's go, let's go, let's go. Want dan kan ik als het goed is gewoon alsnog op dat platform als het nu ook fout gaat. Oké, maar het gaat goed. Helemaal top. En dan kan ik gewoon zo... Hopse flatsie. Bovenin de vlaggenmast. Want dat is de bedoeling voor deze 100% run. Nog 2 levels te gaan in deze bloemenwereld. En de eerste van die 2 is deze. Spionage op de spijkerbrug. Kan je ook gewoon alleen maar zo zeggen. Waarom ben ik trouwens nog steeds Rosalina? Ik wil geen Rosalina meer. Auw. Wat? Ik zat de hele tijd te wachten totdat dat gebeurde en het gebeurde maar niet. En toen ging ik erop en toen gebeurde het wel. Is hier boven iets? Nee. Nou moet ik dus even zo... Ja, ik heb die timing nog niet helemaal lekker zo te zien, jongens. Ik vertrouw deze spijkerbrug nog niet. Hallo? Hallo? Ik ben toch erop? Oh, wacht even. Het gaat om de spotlights. Als je in de spotlight komt... Ah, ja, dan krijg je er last van. Oké. Bij deze is dat niet zo... Ik zei toch dat we geen 1 level in 1 keer gingen halen vandaag? Ik ga er gewoon achteraan, jongens. Ik ga er gewoon achteraan. Let's go. Let's go. Oh, go, 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 go. We moeten hierop. Welkom in deze faalcompilatie van Super Mario 3D World voor de Nintendo Switch. Wat een drama, joh. Het gaat echt helemaal niet goed. Ik ben in ieder geval nu weer kat. En ik kan hier langs springen zo. Nu even zorgen dat ik ook kat blijf. Ondanks deze... Ja, oké, cool. Ja, lekker. En door, en door, 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 door. Ja, oké. Er is iets gelukt, jongens. Lekker leveltje dit. Oké, go, 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 go. Juist. Oké, we hebben de eerste ster. En we gaan lekker, soort van. Kunnen we hier langs, zo buiten de spotlight? En dan ben ik weer geraakt door die freaking fire bros. Kunnen die niet gewoon even met pensioen of zo? Oké, we zijn op de helft. Oké. Dit is een kwestie van timing, denk ik. Ik hoop dat ik de timing goed kan doen. We hebben hier weer een kattenbel. Die hebben we nodig om hier naartoe... Wat? 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 Klim omhoog! Hoe kon ik in één keer zo weinig klimmen? Nou, echt alles zit tegen in dit level. Ik vond dat ik dat gewoon legit goed deed. Maar de game dacht... Nee, Rick. Nee. Je mag niet meer klimmen. Je hebt dan wel een katje... Maar dat klimmen, daar moet je maar eens mee stoppen. Anyway, ik ga gewoon schijten. YOLO. Oh. Oké. In de volgende poging ga ik niet schijten, YOLO, oké? Ik beloof plechtig dat ik mijn best zal doen. Timing. Freaking fire, bro. Echt de hele tijd. Iedere fire bro in dit level raakt mij. Nu is hier 1 freaking grote spotlight. En dit ding blijft gewoon aan. Oké, whatever. Whatever. Ik ga gewoon hier naartoe. Ik pak gewoon deze ster. En ik spring er precies tussenin. Ik word gek. Er zit nu zelfs zo'n stom ding. Ik ga die niet pakken. Dat is voor noobs. Als je die pakt, kan je niet meer geraakt worden. Nee, ik ben niet zo slecht. Nee, ik ga wel vaak dood, maar zo slecht ben ik nou ook weer niet, toch? Godverdorie, man. Ja, ik ben alweer mijn kat kwijt, hoor. Hier voor jou. Wat een level, joh. Kan ik er niet langs springen anders? Gewoon zo. Ja, ongeveer. Ja, oké. Oh, dit wordt ook leuk. Ja, dit wordt top. Dit wordt top. Mijn moeder zei dat dit leuk zou worden. Nou, moeder, je hebt geen gelijk. Dit is helemaal niet leuk. What the hell? Kom op. Kom op, naar de volgende. Lekker. Ja, lekker. Nice. Ik heb paniek. Laat me hierop.
We moeten hier in één keer door, denk ik. Anders worden we weer geraakt. En ik durf niet. Ik ga nog een poging wagen. Kom op. Kom op. Kom op. Ja, nou ja, dan maar met kleine Rosalina, hoor. Met kleine Rosalina vind ik het ook best. Wat een level was dit, joh! En dan zit die Champions Road er nog aan te komen in de volgende aflevering. Dat wordt pas moeilijk. Wat nou, Mario is een kinderspel? Wedden? Wedden dat heel veel volwassenen dit niet halen? En sowieso de Champions Road in de volgende aflevering niet? Anyway, boss battle. Ja, en dit gaan we wel even met Mario doen. Zoals ik in de vorige aflevering al zei, het is niet super Rosalino 3D World. Oh, wacht even. Wacht even. Ik ben klein. Top dit. Moet ik nou alle bazen achter elkaar gaan pakken? Ja, hè? Dat is wat het is, hè? Dat is wat het is. Alle bazen achter elkaar. Nee, joh. En dit zijn er nog twee ook. Hoe dan? Ik ben mini. Wacht, eerst even gewoon een power-up pakken, dat ik in ieder geval geraakt kan worden. Let's go. We kunnen hierop. En dan moeten we naar de volgende en naar deze. En... Nee, niet naar die. Oh my gosh, ik werd zo genaaid. Hier is een kattenbel. Ja, die heb ik sowieso nodig. Dan kan ik hier omhoog. En dan ben ik net te laat. Ik heb die kattenbel nodig, jongens. Oh my gosh, ik moet gewoon hun twee allebei gaan nakken. Kan ik hier op? Ja, hier is een kattenbel. En dan... Oh my gosh, die andere is nu gewoon weer verdwenen, joh. Kan ik niet gewoon zo op jou hoofd springen? Nee. Hou op. Kan ik via deze dan zo... Ja, hè? Ik heb er eentje geraakt. Man, man, man. Schiet eens op. Schiet eens op. Ik heb niet de hele dag de tijd, jongens. Lekker. Kattenbelletje. Dan eroverheen springen. Op deze. En dan hier. Ja, oké. Ik heb ze allebei nu één keer geraakt. Nu dan. Hier. Bam. Oké, lekker. Ben je al kapot of nog niet? Ja, die is weg. Die blauwe is weg. Nu alleen de roze nog. De blauwe is helemaal nog niet weg. Kan ik dit? Kan ik zo? Ja, dit lukt ook. Oké, ik hoef helemaal niet op de hoogste. Ik ben nu wel een kattenbelletje kwijt. Dat is jammer. Op de een of andere manier ben ik geraakt. Oké, als je een kattenbel hebt, dan hoef je niet per se dus de bovenste te pakken. Dat wil ik nu wel proberen. Maar dat lukt dus niet. Ik weet ook niet of dit lukt. Ja, dit lukt wel. Ik ben alleen wel mijn kattenbel kwijt. Potverdorie. Die is dood. Die is kapot. Nu alleen die blauwe nog. Hierop. Hierop. En lekker. Oké. Oké, de eerste baas is kapot. Maar ik heb echt, denk ik, 150 seconden of zo verspeeld voor deze baas. Denk ik. Laten we gewoon eens heel snel doorgaan. Ik pak deze ster. En het eerste muntje. En dan gaan we nu hier naartoe. Oké, deze kost ook tijd. Dit is, ja, ik weet niet meer hoe die heet. Het schuifblokje noem ik hem maar gewoon. Oké, schuifblokje. Je gaat gelijk hier naartoe. Ik ben gelijk mijn power-up kwijt. Dit gaat niet meer goed komen, denk ik. Volgens mij krijg ik geen power-up in dit level namelijk. Eens even kijken. Jij gaat nu denk ik hier naartoe. Ja. Boom. Nice. Oké. Dit gaat op zich wel snel. Het zou lekker zijn als je nu gewoon ook in één keer naar deze komt. Ja. En dan... Ja. Top. En dan derde. Ja. Nice. Nice. Oh, dit ging echt rete snel. Top. Misschien kunnen we het nog halen. Ik heb nog 3 minuten. Er ligt hier geen ster, dus we gaan gelijk door naar de volgende. En dat is dan deze. Het is zo jammer dat ik geen power-ups meer heb nu, hè. What up? Pompommetje. Oftewel, aardappel, mevrouw. Lekker. Dat was 1. Waar ga je nu naartoe? Naar voren. Ja, dat is 2. Top. Waar ga je nu naartoe? Naast mij. Oh, ik mis. Oh, ik mis. Nee! Nee! Let's go, Pompom. Volgens mij kan ik jou ook gewoon slaan, toch? Gewoon... Ja, zie je wel. Nice. Oké, waar ga je nu naartoe? Naar links. Bam! En waar ga je nu naartoe? Oh, je staat gewoon naast me. Kijk hoe easy. Waarom gaat poging 1 vandaag zo slecht? Terwijl poging 2 eigenlijk overal echt supergoed gaat. Ah! Ja, oké, in het vorige level niet. Dat is waar. Oké, de eerste 3 heb ik nu gehad. Nu de andere 2 nog. Als het goed is, zitten hier ook de sterren dan. Yo, what up, man? Even wachten tot die uitgeraasd is. Ja, ben je duizelig? Alsjeblieft, jongen. Krijg jij een tik op je bolle bokus van mij. La 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 la. Waar ben je? Ik zie je niet, makker. Oh, je bent nu beneden? En je bent nu daar? Hatse flatsie! Topper! Hé, ik heb weer geen ster. Dit is verdacht. Oké, en de laatste baas? Oh! Ja, 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 ja. De stenen. De welbekende stenen. Let's go, let's go, let's go. Bam! Dat is 1. Top. Dan gaan we lekker rondjes rennen met de kat. Oeh, zo. Ik had echt bijna zo'n vuursteen op mijn hoofd. En nu ga je rollenbollen. Ja, ik heb alleen geen vuursteens meer. Dus ik kan hem nu niet raken. Dat is jammer. Oh, en ik heb ook nog maar 100 seconden. Oké, we moeten tempo maken, Mario. Tempo!
wat lekker. Zal ik deze even meenemen? Dan heb ik straks gewoon een reservesteentje als het een beetje werkt. Ja, oké. Ik heb... Nee! Ah, shit! Het ging zo goed! Oh, ik had zo graag nog die kat ook overgehouden aan het einde. En nu ben ik gewoon klein. Nee! Ik heb hem! Ik heb hem! Het scheelde niks. Is hier dan een ster? Ja, kijk, hier is wel een ster. Maar waar is de derde? Kom op, 50 seconden, Mario. Oh, ik dacht dat ik al door dat ding heen was, maar daar was ik nog niet. Let's go! Let's go, 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 go! Tempo! Er komt gewoon nog een baas nu? Nee! Hoe kan ik dit halen in zo'n korte tijd? Dit is onmogelijk! En ik ben ook mini! En ik ben dood! Oké. Volgende poging. Motley Blosblop is er weer. Ik heb 2 minuutjes over ongeveer. Dus even kijken of het nu wel gaat lukken. Ik heb ook een kat, dus dat is super chill. Lekker. Nice. En... Ja, kijk, nu zijn we met 2 katten. Dat is helemaal super chill. Even naast elkaar lopen. Oké. Hopen dat het gaat lukken, jongens. Hopen dat het gaat lukken. Freaking Motley Blosbloppy. Ga weg. Ja, de tijd begint nu al te dringen. Ja, pak hem. Nice. Oké. We zijn nu met 3 katten. Heerlijk. Oké, dit moet wel gaan lukken. Ik moet niet te stoer gaan doen, want ik weet niet hoeveel tijd ik hiervoor nodig heb. En ik hoop dat mijn katten blijven leven. Even in een grote cirkel lopen. Dan, ja, kijk, dit gaat het beste, ja, als je in een grote cirkel loopt. Pak hem! Lekker! Ik heb nog 1 katje over, by the way. 2 katjes over, by the way. Hier is een ster. Ja, 59 seconden. Ja hoor, we kunnen door naar de finish. Lekker! Dit voelt toch wel lekker hoor, als dit lukt. Even alle bazen achter elkaar overslagen. Super, super nice. Lekker gedaan, Mario. Ja, en dit moest gewoon met Mario. Want ik bedoel, het is toch zijn game, hè. Dus Mario die moet gewoon alle eindbazen achter elkaar... Pep, even nakken. Lekker gedaan, jongen. Hoppakee, 342 sterretjes. Oftewel, we hebben alle sterren tot nu toe. En nu kunnen we naar de laatste wereld. En hier in het midden. Ja, daar staat de raket waarmee we naar de laatste wereld moeten. We gaan erin. En die laatste wereld, jongens. Deze levels zijn niet oké. Deze zijn echt te moeilijk. Maar ik heb er een oplossing voor gevonden. Voor deze levels. En wat die oplossing is, dat ga je zien in de volgende en laatste aflevering van deze Super Mario 3D World 100% run. Doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Bazzel!